eraan, zeg maar dit. En ik heb soms even medelijden. Je moet er allemaal bij zitten bij al die shurim. Ja, Ja, ik kan nou, niet. soms doe ik het geluid uit. En daar, waarschijnlijk heb je daarom dat beeldje van die zeven Torah, Ja. dat je af en toe eruit kan glippen. Heel goed. Ja, jij weet het. Ja. Ja, dat is, nou ja, dat vind ik heel verstandig, want ik zou het ook Ik niet kan niet aan kunnen. houden. Ja, dan word je duizelig van al die shurim. Ja, daarom. Er zijn er die ik weet dat die ik echt wel luister. Jij onder andere. Maar goed, maar het begin moet je er zijn. Het En begin als je moet het er dit. zijn om de mensen binnen te laten. Ja, en het laatste moet je om afscheid te nemen. Dus Oh ja. als je even gaat slapen, moet je wel de wekker zetten, anders gaat het mis. Vanochtend kreeg ik al van iemand een klacht dat ik te vlug had afgesloten, want het had nog een vraag. Ja, nou, sorry, ik Ja, moest ook weg. dat is buiten de tijd. Ja. Het is live op Facebook nu, zie ik. Is live op Facebook? Ja. Goed. Ja. Dan kan je beginnen, want Facebook is er, dus mensen die Oké. op Facebook zijn en die hier nog Oké, komen, alle die blijven mensen. zitten. Gedeeltelijk van de mensen zie ik hier op beeld. Gedeeltelijk van de mensen zie ik alleen maar de naam. En we hebben ook dus de Facebook erbij. Dus iedereen welkom. En voordat ik het vergeet, ook een hele goede Yom Tov Pesach. En dat de matzes lekker zullen smaken. Oh man. Oké, we gaan vandaag gaan we het hebben iets. Ik moet even de deur dicht, want mijn kleinzoon Ja, is je daar. kleine kinderen zijn er, hoor ik. Mijn kleinzoon is Ik hier. veronderstel dat je niet meer zulke jonge kinderen hebt, dat kleinkinderen zijn. Nee, broegersen. Ja. Maar ik maak een vrij kabaal, dus oké, nu is het goed. Oh, Uh, ja. Nou, het is echt het. daar komt onze beste aan. Die komt aan. Pardon? Ja. Ik weet dat iedereen lacht aan het rap. Ja, Frank. Oké, dus eigenlijk de kotel heeft niet rechtstreeks te maken met Pesach. Dus iedereen vandaag over de zijde, over de Pesach en over de uiter van Egypte, allemaal prachtig. Dus de kotel Amaravi is niet rechtstreeks gekoppeld aan het Chag HaMatzot, aan de Pesach, maar. Het is indirect wel, want het is een mitzwa om Aliyah LeRegel, om de Yom Tov, om de Kotel te bezoeken. Dus daarvan ook alle cholamim, zowel Sukkot als Shavuot, als ook Pesach, zijn er tienduizenden mensen komen naar de Kotel en dat heet Aliyah LeRegel. En dan gaan we straks in het. Shiur over de kotel gaan we dat ook even bespreken. Wat is precies de mitzwa om de kotel te bezoeken op Pesach, op Chol HaMoed? Oké, eerst wil ik, de meeste mensen neem ik aan, die hebben de kotel natuurlijk bezocht. Dat is een van de belangrijkste plaatsen in Israël, in de wereld. Dus als je naar Israël komt, dan ga je naar de kotel. Per jaar. Geschat tussen de 7 en 10 miljoen mensen bezoeken de Kotel van over de hele wereld. Die Kotel, wat is die Kotel? Het is de muur. Kotel is muur. Ha-Kotel, de muur. De muur. En dat is de muur van een deel van het Beit HaMikdash. Beit HaMikdash, dat is de tempel. We weten dat er twee keer is de Beit HaMikdash gebouwd, de Beit Rishon en de Beit Sheni. De Beit Rishon is gebouwd door koning Salomon, dus de zoon van David HaMelech, heeft de eerste Beit HaMikdash gebouwd. En de tweede Beit HaMikdash is gebouwd door Hordus. Ik weet niet hoe je dat in Hollands Of dat, die naam Hordus in de tweede Beit HaMikdash is gebouwd Oh, in Herodes. Hordus, ja. Herodes. 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 Ben je zomers van? Wat? Ben je zomers? Ik ben aan het werk. Oh, sorry. Ben je aan het poetsen?
Dus een van die muur, oké, de muur, de westen, we noemen het de Kotel Hama'aravi, de westenwal. Dat wil zeggen, de westenwal is dus de muur die in het westen, de westenmuur. Welke muur was dat precies? We weten het is een deel van de Beit HaMikdash, van de tempel die verwoest is. Welke muur was dat? Het is de westelijke muur, maar we weten, de Beit HaMikdash was gebouwd op de Har Habayit. Har Habayit is de muur van de tempel, de tempelmuur, de tempelberg. En er waren twee muren. Eén muur die omringelde de Har Habayit. Die was ongeveer als een vierkante muur. De vierkante oppervlakte die met de muur omheen gebouwd is. En die waren ongeveer omstreeks 500 meter lang en 500 meter breed. Dat is de Har Habayit. In dit gebied, die vierkante oppervlakte van Har Habayit, 500 meter op 500 meter, daar bevond zich de Beit HaMikdash. En de Beit HaMikdash had ook verschillende afdelingen. De Ezras Noshim, de Kodesh, de Kodesh Kodoshim. Maar dat gebouw, de tempel zelf, is gebouwd in dit oppervlakte van de vierkant met zijn eigen muren, met zijn eigen omheining. Ik geef hier een, ik hoop dat je het kunt zien. Zien jullie duidelijk deze schets hier? Doet ietsje hoger. Iets hoger. Iets hoger. Ja, zo is goed. Oké. Okay. Oké, dan weet ik dat dit de hoogte is dat jullie kunnen zien. Dus wat we hier zien is de muur, dat is de muur van de Har Habayit. En in die Har Habayit is gebouwd de tempel, dat is hier de Azarot. De muur van de Azarot, de muur van de tempel. In het bovenaan is de Kodesh HaKodoshim, het allerheiligste, waar de Kohen Gadol op Yom Kippur naar binnen trad. Dat is bovenaan. En daaronder zijn andere afdelingen van het Beit HaMikdash. We zien dat de Beit HaMikdash niet in het centrum van dit vierkant geplaatst, maar het trekt meer naar boven en naar de rechterkant. Oké, dat is dus een beeld van de Har Habayit en de Beit HaMikdash. De westelijke muur is, het westen ligt hier bovenaan aan de top. Dit is het westen. Dit is het westen. Het westen, ja. Even kijken. Dit is de westenkant, ja. Dus de Kota Maravi ligt hier. Er is een meningsverschil tussen de geleerden. Of deze muur die we nu kennen, de Kota Maravi, de westenwal, is dat een muur van de Har Habayit, van deze vierkante muur, vierkante oppervlak, die muur, de buitenste muur, of is het een deel van de Beit HaMikdash zelf, van de tweede muur van de Beit HaMikdash zelf. Dus met andere woorden, er is een meningsverschil tussen de geleerden. Of de muur, de westenwand die we nu kennen, is het de buitenste muur, of is het de binnenste muur, een deel uitmaakt van de Beit HaMikdash. Jarenlang is daar een meningsverschil over geweest tussen geleerden. Maar vandaag de dag is ook door de opgravingen en is ook bewezen dat de westenwal, de muur die we nu kennen vandaag, dat is niet de muur van het Beit HaMikdash zelf, maar het maakt een deel uit van de muur van de Har Habayit. En dat heeft ook halachische consequenties, trekt dat met zich mee. En dat gaan we ook straks over hebben, want we weten dat je mag je niet treden op de plaats waar de Beit HaMikdash. Je mag niet naar binnen waar de Beit HaMikdash heeft zich bevonden. Want het heeft een heiligheid en iemand die onrein is. Wij zijn vandaag dag onrein omdat we allemaal tamei meed zijn. Onreinheid hebben wij op ons. Omdat we met dode mensen in contact zijn geweest of aangeraakt of in een ruimte zijn geweest. En de enigste manier om dat een persoon weer rein wordt nadat hij onrein in contact is geweest met een overlijden
overleden persoon, is alleen maar door de rode koe. Dus de sprenkelen, de as en het water van de rode koe, dat wordt in het Torah wordt dat allemaal besproken. Dus met andere woorden, het is een verbod om je te begeven, om te tekenen. Daarom ook, als je naar de oude stad komt en je komt met de kotter en een persoon wil toch verder gaan in de arbeid, is dat een verbod. En er staan ook grote borden van, het is verboden voor iemand om daar, van Jood, om daar naar binnen te treden. Ja, wettelijk gezien, iemand die wel naar binnen wil, kunnen ze dat niet tegenhouden. Maar helaas gezien is het wel een probleem om je daar te bevinden. En we zullen kijken straks, wat is de grens? Hoe ver mag een persoon zich naderen naar dit gebied van het Beit HaMikdash? En hoe moet zich in acht nemen om niet de overtreding dat hij zich bevindt op een plaats die heilig is en hij is dus daarmee mee. Oké, eerst ga ik een beetje de geschiedenis van de kotel en ook de technische gegevens. De kotel Maravi. Een vraagje tussendoor. Ja, natuurlijk. Ik weet, je mag er niet komen, maar op die tekening waar hij mag komen is ook die beroemde moskee. Is die dan waar de Beit HaMikdash was? Ja, zij hebben het wordt aangenomen. Ja? Wordt aangenomen dat inderdaad de plaats van de moskee is de plaats waar het Beit HaMikdash. En dat hebben ze inderdaad expressie op deze manier dus die persoon gebouwd om op de allerheiligste plaats van de Joden om dat te doen. Of kan zijn dat ze zelf ook die heilige plaats wilden gebruiken voor een moskee. Of het kan ook andere politieke redenen met het meer. Dat is de werkelijke occupation die er is door de moslims die de Joden willen onderdrukken. Ja, oké. Dus ik heb hier een tekening, ook een foto genomen van de vuur. Dus we zien hier ook. Dus moet je 1 seconde. Ik zal je laten zien hoe dat staat. Ik weet. Dus hier hebben we dus die moskee. Is het goede? Iedereen kan die foto zien. Ja. Dus hier is die moskee. En hier zie je een pijltje. De kotel is hier. Kotel Maravi is hier. Dus als we aannemen dat dit de Har HaBayit was, lijnen, de rode lijnen, dit trekt niet naar boven. Maar dat wil zeggen, dit is de Westerwall. En gaat door. En de moskee is gebouwd, als we het vergelijken met die andere tekening, is het in dezelfde verhouding. Dus het is getrokken naar deze kant en naar boven. Dus ook hier naar boven en naar deze kant is het getrokken. Dus niet in het centrum van dit vierkant. Dus ze hebben expres die moskee geplaatst op de plaats van het Beit HaMikdash. Maar daar komen we straks op terug. De hele geschiedenis van de kotel, er waren tijden na de verwoesting van de tempel, hebben ze de Romeinen en de tweede verwoesting van de tweede tempel, hebben ze het hele Beit HaMikdash en alle muren hebben ze met de grond gelijk gemaakt. Hebben ze echt om de goerband te maken, de verwoesting compleet te maken, hebben ze die hele muren en alle tempel hebben ze met de grond gelijk gemaakt. Interessant genoeg, de muur, de Kotel Maravi, is de enige muur die in groot gedeelte intact is gebleven. En de reden zullen we daarvan zien, want dat is ook gebaseerd op een belofte van HaKadosh Baruch Hu van God, dat de Kotel Maravi zou niet verwoest worden en dat zal de plaats zijn waar HaKadosh Baruch Hu, waar de Schiele zou blijven en waar het Joodse volk naartoe kan komen om daar te dawelen en dicht bij God te komen. Dus door de geschiedenis heen is de Kotel Maravi na de verwoesting altijd een trekpleister geweest voor mensen die willen dawelen, die hun gebeden willen, die hun zores willen aan de Korsborgen vertellen, die hulp aan de Korsborgen vertellen. Dat is de Kotel Maravi geweest. De Kotel Maravi heeft bepaalde rijen met stenen die stammen uit verschillende tijden.
Ik heb hier dus nog een foto. Ik hoop dat jullie het allemaal zien. Even kijken. Ja, oké. Okay. Dus dit is de prachtige foto van de Kota Marawi. Maar iemand die daar tegenaan komt, die ziet duidelijk een verschil van verschillende vormen van stenen. En die stenen die zijn van verschillende tijdperken afkomstig. De laagste rij, dat is een rij van, het is hier met, dat zijn zeven rijen van stenen. Die zijn allemaal hetzelfde. En die zijn afkomstig van de tempel. En er zijn mensen die zeggen van die zijn nog van het eerste Betamigdash, van de eerste tempel die vervoegd is overgebleven. En er zijn mensen, nee, deze hele muur is afkomstig niet van de eerste tempel, maar van de tweede tempel. De eerste tempel lag helemaal op een andere plaats. Dus de muur van de tweede tempel is niet gebouwd op de eerste muur, om aan een hele andere plaats. Dus is een meningsverschil, is het van de Beit Rishon, van de eerste Beit Hamikdash, of van de Beit Sheni. Je kan deze stenen kan je heel makkelijk herkennen. Deze zeven. Want als je goed kijkt, deze stenen hebben een lijst eromheen. Een verdieping. Ik kijk of ik dat hier duidelijk kan zien. Ja, hier heb ik een foto van deze. Is ingehouden. Als je hier ziet, de koto, dan zie je hier. Dit is omheen is een beetje uitgehakt, is het een ingegraveerd. Dus het is een lijst. Om elke steen zit een lijst. En het is alleen maar bij de zeven stenen, zeven rijen stenen die wij zien, de bottom, die beneden zijn. Dus dat is de eerste zeven en die zijn afkomstig van de eerste of van de tweede tempel. Dus hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daarna hebben we een laag stenen. Dat zijn er dus vier. En die zijn afkomstig van een later tijdperk. Er zijn mensen die zeggen, de beneden stenen vaak van de eerste tempel. En de vier... Nee, hier hoor jij nog goed. Pardon? Wat vraagt u? Hoor je me? Hallo? Is dat bij jou? Klaar. Hoor jullie mij? Ja, prima. Oké, ja. Ja, ik hoor je goed en ik zie je goed. Oké, dus de eerste vier stenen zijn mensen die zijn van de eerste tempel. En daarna hebben we een laag van vier stenen die hoger op zijn. En die komen of uit de tweede tempel of van een later tijdperk. Wat niet duidelijk is wie die precies gebouwd heeft. Wie die geplaatst heeft. Maar het zijn duidelijk kleine stenen zonder een lijst eromheen. Daarboven hebben we nog een rij, nog vier rijen van stenen. Die zijn van een later tijdpunt voor, ook door een van de, hier staat Adrianus, de keizer Adrianus. Die heeft deze vier rijen stenen geplaatst. En dan hebben we bovenaan de kotten, dat zijn allemaal hele kleine steentjes. Die zijn uit een veel later tijdperk, zijn die geplaatst onder de moslims. Of door zijn mensen zeggen dat Montefiore, Moshe Montefiore, heeft deze geplaatst om het gelijk te maken, om het mooi te maken, de koto. Dus dit is de koto die wij zien. Iemand die bij de koto komt, die ziet beneden, dus zeven rijen van echt massieve stenen. Daarboven ziet hij nog vier rijen van stenen van kleiner, ander tijdperk. Nog een keer vier een rij van een nog andere grote, andere vorm. En daarboven hebben we dus die rij van die laag is geplaatst. Mag ik u iets vragen? Ja? Mag ik u iets vragen? Ja, natuurlijk. Waarom heeft keizer Hadrianus stenen neergelegd in die muur, in de kotel? Had hij er belang bij dat de tempel opnieuw gebouwd zou worden, de Romeinse keizer? Nee, dat is een hele goede vraag. Een hele goede vraag, dus... Als die Adrianus dat bouwde, dan had hij daar een belang bij. Ik weet niet of het de bedoeling was om... Kijk, deze muur is niet de muur van de Betamigdash, het is de muur van de Tempelberg. Het kan zijn dat hij dit wilde gebruiken om... Hij had daar bepaalde
had hij als, voor zijn eigen bescherming wil hij gewoon die muur gebruiken en verhogen dat hij daar gebruik van kan maken. Maar het kan ook andere redenen zijn dat de politieke reden had dat hij wel de Joden wilde helpen. Dat weet ik, maar dat moet ik dus nakijken wat de reden was van die, om dat, die muur te herbouwen. Maar Rabijn Frankhuis, deze muur is überhaupt niet de muur van de tempel. Dit is de muur van de tempelberg. Ja, dat hebben we net, gezegd. Hebben we net gezegd. Ja. Hebben we net gezegd dat... dat hoe sliep jij nog? Nee, ik sliep niet. Ik ben... Toen was je gaan poetsen. Nee, ja. Maak het geen. Maar ja, oké. Okay, maar wij hebben het gezegd. Maar deze kotte, interessant genoeg. Nou, geweldige muur. Maar we moeten ons realiseren dat het meeste van de muur het ligt onder de grond. Dus we zien maar een klein gedeelte van de Kota Maravi, maar het grote gedeelte van de Kota Maravi is verborgen onder de aarde. Is verborgen dus onder de Pneakarka, onder de oppervlakte. Er zijn nog 17 rijen van stenen. Dus hierboven hebben we gezegd, zijn er 7 van die prachtige stenen die omringd zijn met een lijst. Maar onder deze 7 rijen van stenen hebben we ook nog 17 rijen van stenen, zoals die andere, en die liggen onder de aarde. Maar waren die in de tijd wel gewoon boven aarde? Ja, natuurlijk. Wat is er gebeurd? Dat men een fundering beneden heeft gemaakt. Nee. Wat is er gebeurd? De Kota Maravi, die begon de oppervlakte waar de mensen dus liepen, was helemaal beneden. Wat nu eigenlijk bedelfd is met aarde en wat dan ook. Maar de oppervlakte, de kotel zelf, begon dus beneden. Maar door de jaren heen is dat allemaal, hebben de mensen dat met aarde, met stof, met afval, hebben ze dat allemaal bedekt, de kotel. Er was zelf een tijd dat de hele kotte tot bovenaan, tot bovenaan, zonder die bovenste rij van Montefiore, dat het helemaal bedekte. En de mensen wisten niet wat de kotte was. Mm-hmm. En er is ook een legende, dat wordt verteld, dat er was een middag dat de mensen die brachten een afval naar de kotte, naar die plaats toe, om dat te storten. En toen vroeg een van de beheersten daar, waarom doe je dat? Zeg, ja, zo is de minnak, zo heb ik van mijn ouders gehoord, dat de afval moet je daar plaatsen. Wat bleek, dat degene die de tempel heeft verwoest, heeft opgedragen dat iedereen, om het Betamikdash, de verwoesting, compleet te maken, heeft de opdracht gegeven, iedereen die woont daar in die buurt, of die moet het afval storten op de plaats van het Betamikdash. Dus na al die jaren lang is de hele kotte is helemaal bedekt, en de mensen wisten niet dat überhaupt dat de kotel bestond. Na de hand is dat dus opgegraven, is dat schoongemaakt. Maar nog steeds tot vandaag de dag zijn dus 17 rijen van stenen liggen dus nog onder de aarde. Tegenwoordig, je kan in de minaratakotte, de gangen onder de kotte, je kan het bezoeken, dus moet je afspraak maken. En dan zie je duidelijk, zie je daar dus al die rijen van stenen, hebben ze begraven, een plaats voor toeristen om te kijken. Onder de kotte zie je dus die 17 rijen met stenen die onder de kotte, die daar nog steeds ligt, want dat is het fundament van de kotte. Ook de grootste stenen die daar, de grootste steen die men heeft gezien, die is inderdaad beneden aan in de Minerata Kotte. En het heeft een gigantische lengte, deze kotte. Ik zal kijken wat ik heb genoteerd. De grootste steen die er is van 13 meter. Ja, ik heb bij mij staan 14 meter, ja. Oké. Okay. 13 of 14 meter staat hier. En als we nagaan, de breedte van de muur is 4 meter 6. Enorme steen. Dus we spreken hier over een muur van 4 meter 6 is de breedte van de kotte. Dus 4,5 meter, laten we zeggen, grof wijs. 4,5 meter breed. De hoogte van de muur is 1,5 meter, laat zeggen 1 meter.
Dus we hebben hier over 4,5 meter de dikte van de kotto. De hoogte van de kotto is 1,5 meter. En dan hebben we, de langste steen is dus 14 meter. Nou, dat is een dat is ongelooflijk. Tienduizenden kilo, honderdduizenden kilo's van gewicht is dat. Hoe hebben ze dat kunnen verplaatsen? Hoe hebben ze die kotten gebouwd? Tot vandaag de dag is men nog niet uitgevonden, weten niet degene die onderzoek hebben, hoe hebben ze die kotten kunnen bouwen? Hoe hebben ze die stenen op kunnen een op de andere leggen? En dat is precies wel op de millimeter. Op de millimeter liggen al die stenen prachtig op elkaar. Op de millimeter liggen die stenen op elkaar. En niet alleen dat, we komen er later op toe, dat heeft ook halakhische consequentie. De stenen zijn gebouwd, de dikte van de stenen, die zijn niet allemaal gelijk. Elke rij steen die hoger ligt, is 2 centimeter kleiner, korter, minder dik dan de steen die onder hem ligt. Dus dit is een piramidische vorm is gebouwd, dus 2 centimeter elke steen. Dus de hoogste steen en de laagste steen, als je dat grofwijs, als je dat met, we hebben dus iets over 7 stenen erboven en dan 17 beneden, dus dat hebben we over 24, dus 24 maar 2 centimeter, dan hebben we het al snel over grof een halve meter. Dus bovenaan is het, die stenen zijn een halve meter, of misschien is het aan beide kanten, ik weet niet of aan beide kanten 1 centimeter of aan beide kanten 2 centimeter is. Maar hoe het ook mag zijn, de hoogste stenen liggen dus in een piramidische vorm verder verwijderd van beneden dan de laagste steen. En dat heeft ook halakhische consequenties en daar komen we dus later op terug. We hebben de techniek van het stenen verplaatsen en het bouwen van een piramide hebben we gekregen uit Egypte met een 400-jarige ervaring. Ja, maar ik weet niet of in Egypte dezelfde stenen, dezelfde grote stenen, dezelfde... dan moet je nagaan, moeten we opzoeken. Dus die piramide, wat voor stenen zijn die gebouwd? Dus waren dus de stenen van de piramide zijn dus wel duidelijk afgehakt. Met een buiging, met een kromme, één kant is het schuin, met een schuine vorm. Dus ja, maar het gaat om de techniek van het verplaatsen van de stenen en het maken van de stenen. Dus de bouwtechniek op zichzelf, die is gekopieerd toen de tijd in Egypte. Daar hebben we de les gehad in 400 jaar. Ja, inderdaad. Dat kan inderdaad zijn. Maar toch is de vraag, hoe kan je in godsnaam zo'n 14 meter lange steen, ja, met een dikte van ruim 4 meter, met een hoogte van 1 meter, met alle technieken van dien. Hoe hebben ze die verplaatst? Daar moet je een uitleg voor hebben. Zelfs tegenwoordig met alle mechanische en hydraulische hijskranen, nou, is het toch een job om zo'n steen op te tillen. Ik weet niet of ze daar de machines voor hebben vandaag, om dat op te tillen zo. Ik moet je uittekenen, wat is het gewicht van een steen van 14 maar 4... Maar 1, ja, wat is het gewicht? Maar het is een gigantisch gewicht. Vroeger hadden ze van die houten ronde palen waar ze op glijden en verplaatsten zware dingen. Ja, maar als je op een ronde paal een steen legt van 14 meter en 4 meter... Dan gaat zo'n... Ze hadden geen metalen... Van die ronde palen om daar op te draaien. Dat vandaag de dag, dat weten we, dat zijn ook dat op die ronde, dat draaien ze mee. Maar dat was allemaal van hout en dat, dit ijzerpalen, weet je of die bestonden. Dus dat is interessant genoeg om dat na te kijken. Hoe hebben ze dat, die stenen verplaatst en hoe hebben ze naar boven kunnen tillen? Ja, dat moet je naar boven hijzen met touwen en alles. Nou, dat zijn vrij zware stenen. En die stenen waren precies, dus als je nagaat, die stenen liggen op één op de andere. En 2 centimeter, de stenen erboven hebben ze kunnen uithakken, 2 centimeter, enorme techniek hebben we daarvoor nodig om elke steen uit te rekenen, hoe breed moet die zijn. En ja, dan leg je boven. En als ik een bouw, ja, opeens gaat zo'n steen gaat barsten, nou, dan ben je klaar. Als een steen gebarst is, dan moet hups,
moet je weer naar beneden kuikelen om een nieuwe steen naar boven te krijgen. Dus dat was een heel gedoe. Ja, we gaan verder. De Kotel Marabi, de lengte van de Kotel, we hebben gezegd, dus die Harabayit, die muur van Harabayit, is ongeveer 500 meter of minder. Wij weten, de Kotel Marabi zelf is, staat hier, 57 meter lang. Dus wat we tegenwoordig zien, waar de mensen dus dabbelen, je hebt aan één kant, de linkerkant heb je waar de mannen dabbelen en de rechterkant de vrouwen dabbelen. Dus die hele lengte van op is 57 meter. Terwijl de hele lengte van de Kotel Hamaravi is tegen de 500 meter. Waar ligt de rest van deze Kotel? Dus weet aan de rechterkant van de Kotel, als je daar komt, binnenkomt door die poorten, dan zie je daar ook gedeelte van de Kotel afkomen, allemaal stenen die naar beneden zijn gekomen. En dit gebied is... staat die 81 meter is er nog aan de rechterkant van de Kotel. En heb je nog, hier staat 350 meter, die trekt zich door aan de linkerkant. En dat trekt zich door naar de oude stad. En deze muur is een deel van gewoon van de woningen, van de mensen die daar wonen of onder de gebouw waar de mensen wonen. Dus de Kotel Marabi wordt gedeeltelijk gebruikt gewoon waar de Arabieren, waar ze wonen in de oude stad. En is die muur van de Kotel is gewoon hun huismuur. Ook, we zien ook, voordat de Kotel Marabi is vergroot en hebben het schoongemaakt, waren daar ook allemaal huizen tegen aangebouwd. En ze hebben ook in de Kotel Marabi zie je ook bepaalde tekens nog, dat de mensen daarin hebben gehaald, geboord, spijkers ingetimmerd hebben. En dus die kotten, voordat wij die kotten eigenlijk weer hebben heilig gemaakt voor het dabbelen, was het gewoon gebruikt door de Arabieren als een huismuur. Dat is precies hetzelfde. Aan de Oostpoort is dat ook zo. Aan de Oostpoort hebben ze helemaal dichtgemaakt met stenen. Daarvoor hebben ze graven van moslims neergelegd, zodat de Messias, broer Hashem, niet daar zijn entree zou kunnen nemen. Dus ja, continu is dat gewoon... Inderdaad. Dus die hebben alles geprobeerd om eigenlijk de bevrijding van het Joodse volk, om die te vermijden. En dit, om het moeilijk, maar HaKadosh Baruch Hu, die heeft er echt geen problemen mee. Als de Messias komt, dan weet hij echt mee hoe die Messias, weet hij even hoe die binnen moet komen. En dat die graven, dat het geen probleem voor hem is, voor de Messias. Oké. Dus nog even klein, een paar technische dingen, dan gaan we verder over de halacha. Dus pas na de Zesdaagse Oorlog, voor de Zesdaagse Oorlog, was dus de oude stad niet in onze handen, was het ook van Jordanië. En daarvoor was het van, ook van andere mensen die daar heerden. Dus pas na de Zesdaagse Oorlog kwamen ze de... Soldaten kwamen daar en meteen daarna hebben ze het schoongemaakt wat wij nu zien. Dit hele Gatseer, de hele plaats voor de Kotel, dat is Rechavot HaKotel Marabi wordt het genoemd, de plaats voor de Kotel, die is allemaal schoongemaakt en alle huizen van de Arabieren hebben die huizen verlaten uit angst en ze hebben het gelijk met de grond gelijk gemaakt om zo snel mogelijk om dat te kunnen plaats maken als een plaats waar de mensen dus kunnen komen voor de tefila van Kotel Marabi. Oké. Nu gaan we dus, dit is eigenlijk de... Ik begrijp alleen niet, in die 20 jaar, dat men, of hoe lang het is, dat men niet kon komen, dat de Arabieren het niet gewoon hebben verwoest. Zoals ze andere dingen ook hebben gedaan. Dat ze het zomaar hebben laten staan. Ja, dan heb je intelligentie voor nodig. Nou, het is in de Midrashim staat dat. Dat is van duizenden jaren oud. Ja. Dat de Westenmuur ze altijd blijven bestaan.
Een Ashina, Kodesh Baruch Hu, zal niet zichzelf niet een Zaza Mikote Hamaravi. De Kodesh Baruch Hu zal zich niet, de westen muur zal hij niet verlaten. En als je kijkt in het Shira Shirim, de lieden van de lieden van de liederen. Hine ze om met Achakot Leno. De tweede perk, pasuk 9. Hine ze om met Achakot Leno. God staat achter de muur. Welke muur hebben we het over? We hebben het over de muur, de Westerwol. De Westerwol. En in de Midrashim staat dat de Westerwol van de Beta Migdash zal altijd blijven bestaan. En op grond hiervan is de fout gekomen door de heel veel geleerden. Want in de midden staat dat de Westerwol van de Beta Migdash zal altijd blijven bestaan. Dus wat hebben ze gezegd? Welke conclusie hebben ze genomen? Ze hebben conclusie genomen, de beste woon van het Betamigdash. Dus deze muur die we vandaag zien, dat is een deel van het Betamigdash. Maar dit is fout. Nee, dit is niet. De muur is niet van het Betamigdash, de muur is van de Harabait. En het woord Betamigdash genomen. Er wordt gepast in de halacha. Als je de Shulchan Aruch opent, iemand die davent in buiten, in goedslaat, waar dan ook, dan moet hij zich keren. Bij de tefillah, bij de tzumalase, bij de tefillah Amida, moet zich keren naar Eretz Yisrael, de richting. Dus alle shuls in het buiten zijn gekeerd naar het oosten en soms het oost-zuiden, naar de richting van Eretz Yisrael. En er staat, en je moet je intentie hebben, dat je daarvan de richting van Jeruzalem uit. En dat je in je hart hebt ook dat je daarvan naar de Beit HaMikdash, naar de Kodesh HaKodoshim, naar het allerheiligste van de Beit HaMikdash. Dus wat in de zogenaamde iemand die staat in Israël, welke richting davent hij? Moet hij ook davenen in de richting van Jeruzalem. Dus iemand die woont in Haifa, die moet naar beneden, naar zuid davenen. Iemand die davent beneden in Beersheba of Eilat, moet naar het noorden davenen. Dus elke keer de richting moet zijn in de richting van het Beit HaMikdash. Naar het Beit HaMikdash. Iemand in Jeruzalem, dus ik woon in Jeruzalem, ook alle soorten in Jeruzalem, die moeten zich fezen, moeten de richting hebben van het Beit HaMikdash. Alle mensen dus van de hele wereld, die daven naar de richting van de Kotel, van die plaats, de allerheiligste plaats in de wereld van de Kotel. Al die gebeden, die gaan daar, en het staat in de Zohar, en ook in de andere Midrashim staat, dat de poort van de hemel is in de plaats waar de kotten staan, de Beit HaMikdash. Dus alle tefillot die gaan de richting uit, die gaan de richting uit van Jeruzalem, en gaan dan naar boven, naar de Beit HaMikdash, Shamala, het hoge Beit HaMikdash van de Kodesh Baruch Hu. Dus als je staat bij de kotten, alle tefillot worden gezogen naar de richting waar jij dus nu staat, naar de Beit HaMikdash, en daar gaat het naar boven, naar de Kodesh Baruch Hu. Daarom is het een hele heilige plaats en heel veel mensen die hebben ervaring door het davenen daar bij de kotten heb je een speciaal gevoel. Je voelt, je bent dicht bij God. En de tefillot die je davent, die heb je meer kavala, heb je meer intentie bij. Je hebt meer intentie. Ook mensen die gassen die een probleem of zorg of een zieke hebben, die komen naar de kotten Marabi. Heel veel mensen die ziek zijn, dan brengen ze een groep met hun vrienden of andere bijna om bij de Kotel Marabi te davenen voor hulp voor HaKadosh Baruch Hu. Daarom is het ook een verbod om bij de Kotel Marabi om daar te gaan kletsen met je vriend. Als je wilt gaan kletsen, ga er een beetje naar achter, gaan we staan buiten de omheining van de Kotel Marabi. Want net zoals in shul mag je ook niet zomaar praten. Er zit zeker in het plaats bij de Beit HaMikdash, de Kodesh, het heilige plaats van de Kotel Marabi. Dus iemand die daar komt, moet zich daar gedragen aan de kedusha. Geen telefoontjes maken, geen gesprekken. Je mag daar ook niet eten en ook niets gebruiken. Als je wilt drinken en eten, moet je naar buiten gaan. Er worden ook geen kiddush gegeven daar. Alles, als je gaat eten, dan ga je een stap naar achter, dan ga je daar buiten, daar maak je kiddush. Maar Kotel Marabi is een heilige plaats waar je moet gedragen.
iemand die de kotel, als je klaar bent, je gaat naar achter, je neemt afscheid van de kotel, is het minnaar om niet je rug te draaien naar de kotel en weg te lopen. Maar de minnaar is om gewoon naar achter te lopen, zo ook in de Betamigdash. Als iemand de Betamigdash verliet, liep hij achteruit. En er wordt hier gezegd dat de geleerden hebben gezegd ongeveer 5, je hoeft niet de hele weg naar achter te lopen, tot helemaal bovenaan, maar 5 of 7 meter loop je hem naar achter en daarna kan je omkeren en gewoon die plaats verwijderen. Oké, okay, nou gaan we, wat we in het begin van het shiur hebben gezegd, het probleem van iemand die onrein is, mag niet de harabait, mag niet de plaats van waar de, binnen de muren van de harabait, dus binnen deze muren, mag zich niet, mag je niet betreden. Er zijn mensen die gezegd dat de Westerwall is niet de muur van de harabait, maar het is de muur van de tempel zelf. Nou, die hebben een probleem. Als de Westerwall is een muur, een deel van de tempel zelf, dan is ook een gedeelte voor de Kotel Maravi is een deel van de harabait. Dus als we zeggen dat de Westerwall is niet de muur van de, deze muur van de harabait, maar het is een muur van de tempel zelf, dus de tempel, dus wij staan dus hier. En dit gedeelte is dus in het vierkant van de harabait. En aangezien je de harabait niet mag betreden als je onrein bent, mag je ook niet dicht bij de westermuur staan. Want als je daar tegenaan staat, volgens deze mening, sta je in harabait. Dus heel veel geleerden die van mening zijn dat de muur die we hebben vandaag, is niet de haar van de harabait, van de tempelberg, maar is een deel van de Betamigdash, die komen niet dicht bij de kotel. Die ongeveer een afstand van 20, 30 meter. Gaan ze niet verder, want ze zijn bang dat als ze verder dichter bij de kotel komen, dat ze dan in het gedeelte van harabait komen. Maar de meeste geleerden die zijn van mening, nee, het is niet een deel van de Betamigdash. De muur is de muur van de harabait. Dus je mag wel dicht bij de kotel komen. Want als je tegen de kotel aankomt, ben je nog steeds buiten de harabait. Maar er is een volgend probleem. De volgende probleem is, de muur zelf, is die gebouwd op de harabait of is die buiten de harabait gebouwd? Met andere woorden, de muur die, de omheining van dit, deze muur, deze vierkante muur, vierkante vorm muur, is die in de harabait. En als we zeggen dat de harabait heeft een heiligheid, de harabait heeft een heiligheid, dat je die niet mag betreden, dan is de muur zelf een deel van de harabait. Nou, wat zijn de consequenties? Mag je je handen in de muur steken? Dus als er een gat in de muur zit en je stuurt je vingers naar binnen, dan heb je vingers op een plaats waar beneden de harabait is. Er zijn dus ook poskim geleerden die zeggen, weet je, de muur zelf is een deel van de harabait, dus je mag je vingers niet in de kotel stoppen. Want als je je handen naar binnen stopt, dan doe je, en je bent onrein, dan doe je je hand op een plaats waar beneden een kedusha heeft, een heiligheid is, die, net als je niet mag trainen op een plaats van harabait, mag je ook niet je vingers op een plaats die boven harabait is. Want de kedusha, de heiligheid, gaat naar boven. Zelfs zo is het dat, theoretisch gezien, mag je ook niet vliegen boven de harabait. Dus we hebben gezegd, die harabait heeft een heiligheid, die mag die niet betreden als je onrein bent, en we zijn allemaal onrein. Dus een piloot die in het vliegtuig of een helikopter zit, en die vliegt boven de harabait, dan hebben ze een probleem, want ze zijn onrein, en de kedusha gaat naar boven tot de hemel, zonder verder, soms honderden meters hoog. Dus het vliegtuig, die piloot die daar, die is boven de harabait, is net zoals hij betreedt de harabait. Maar natuurlijk, als het om veiligheidsredenen gaat, en ook de soldaten die zich op de harabij moeten beginnen, moeten zich daar begeven om orde te maken of wat dan ook, die hebben natuurlijk hebben die de plicht om zich daar binnen te komen en om daardoor voor de veiligheid te zorgen. En ook
vliegtuigen die vliegen boven de Harabijt van een of andere reden om voor beveiliging, dan is dat wel toegestaan. Dus nog een keer, als we terugkomen, we zeggen dus die Harabijt. Als ik hier een ander teken die ietsje mooier was, ja, de Harabijt hier. Dus hier hebben we de Harabijt. Dus als je ziet hier, dus hier is de kotel. Dus deze hele Harabijt heeft een heiligheid. Heeft een kedusha waar wij ons niet mogen bevinden, want we zijn onrein. Nou, de muur zelf, die hier is, de muur zelf, is gebouwd op de Harabijt. Dus die muur zelf bevindt zich op een plaats die kedusha heeft. Nou, geen probleem. Als je tegen de muur aanstaat, heb je geen probleem, want je staat buiten Harabijt. Maar als je je vingertjes naar binnen steekt, nou, dan heb je vingers boven de plaat van Harabijt en heb je een probleem. Het probleem is nog sterker. We hebben net gezegd dat die muur is gebouwd, piramidevorm, dat elke muur, elke steen is 2 centimeter dunner dan de steen beneden. Dus als je optilt 24 stenen of 5 of meer stenen naar boven, nou, dan sta je boven de Harabijt, want de beneden stenen die zijn gebouwd op de Harabijt. En als je daar boven staat en iets gaat schuin, gaat het naar boven en je staat hier boven, dan sta je nou, met je voeten gewoon op de plaats waar die muur is gebouwd. Want die muur wordt elke keer minder breed. Dus wij staan daar boven tegen de kotter aan. Ook al steek je vingertjes niet in de kotter, maar je staat daar. Je staat op de plaats van Harabijt en je bent onrein. Oké, deze vragen zijn gesteld, maar de minnak is van de meeste mensen om daar geen probleem van te maken. En we zeggen, nee, dat mag wel. De muur heeft niet dezelfde heiligheid, dus je mag zowel staan dicht bij de kotel, alhoewel het een verdunning is en je staat boven de plaats waar de beneden muur is gebouwd. En je mag ook je vingers stoppen in de muur. En dat is ook geen probleem. En daarom mag je ook, dus die briefjes die je stopt in de muur, mag je gewoon een briefje pakken en dat in de, een van de plaatsen die nog vrij is, proppen. En daar komen we straks op terug. Wat is de minnaar om zo'n papiertje, waar komt dat vandaan? Is dat bijgeloof? Is dat echt? Heeft het een halachische bron om al die briefjes te zien? Als je bij de kotter komt, die je al die briefjes daar in de muur gepropt en heel veel briefjes zijn naar beneden gevallen en het wordt van tijd tot wordt het schoongemaakt. Waar komt die minnaar vandaan? Oké, we gaan verder. Dus die briefjes worden één keer per jaar of één keer in de half jaar worden die verbrand. Dus dan zijn ze heilig dus. Nou, niet verbrand, die worden in de geniezen gestopt. Niet verbrand. Oh, ja, op de Olijfberg, toch? Ik weet niet waar. Ik denk niet een of andere plaats wordt niet. Dus de geniezen, net als je heilige boeken hebt, die mag je niet zomaar weggooien. Heb je ook een geniezen voor deze brief? Maar goed, het is eigenlijk die brieven op zichzelf hebben geen heiligheid. Maar want het is gewoon een tefila. Maar soms schrijven de mensen daar psukim op. En ook voor de, het is niet echt iets wat kadosh is. Het is niet dezelfde. Maar als ze de naam van Hashem erin schrijven, dan wel. Ja, dan wel, maar dat weet je niet zeker. Dus als inderdaad, als je de naam van Hashem erin schrijft, dan is het een probleem. En dan moet je dat dus niet weggooien. Interessant genoeg, als je goed kijkt op de kotel, op een van de plaatsen vroeger hadden mensen de minnak om een naam in te graveren, op zoek in te graveren, op de kotel, wat een groot verbod is. Je mag dat niet, je mag niet ingraveren in de kotel. Een van de plaatsen zie je ook de naam van Hashem, Yud, K, en dan Waf, K, dus de Yud, en daarna de He, en daarna de Waf, de naam van Hashem, staat, hebben ze dat ingegraven in de kotel. En het probleem is, dat mag je niet weghalen, want het heeft een kedusha. Daar wordt een grote vraag, wordt daar dus, als iemand op zijn huis, in de muur, de naam van Hashem schrijft, nou, dan heeft hij een probleem om daarna weer een kwast eroverheen te doen, want dan veegt hij dat uit. Dus de mensen moeten zorgen dat ze dat niet doen. Niet de naam van Hashem, niet schrijven op een plaats waar het verloren kan gaan. Er wordt ook iemand die bijvoorbeeld die
die de pest heeft om die natie wil plagen. Je gaat naar zijn huis toe en dan neemt de kwast en gaat de naam van Hashem op de muur in de huiskamer van de buurman zeggen. Dan, nou, zorg jij nou maar wat je daarmee gaat doen. Nou, dat is echt een verbod. Dat mag helemaal niet. Maar er zijn inderdaad oplossingen voor om dus, ja, de uit. Want niet, je kan niet, niet iedereen kan komen en een kwast in de naam van Hashem schrijven. En dan... En mag je door een goyim laten doen? Oké, er wordt overgegaan. Maar inderdaad, als het iemand anders doet, een plaat die niet van hem is, dan is het licht en dan zijn er wel allemaal methodes voor om dat weer weg te werken. Maar zelf, als je zelf de naam van de Hashem ervoor opschrijft, mag je dat niet vernietigen. Oké, we gaan verder. Oké, dit is nog een interessante dialoge. De meeste met de missie weten dat niet. Als je komt, de eerste keer ziet, of als je lang niet bij de kotten bent geweest, dan moet je een kriya maken. Dan moet je kleren scheuren. Net zoals iemand die rachmonis een shibbe zit voor zijn ouders of voor iemand anders, dan moet hij een kriya, moet hij te boven kleed, moet hij een scheuren. En maakt een... Zo ook iemand die de betamik, de verwoesting van de Betamigdash ziet, en die moskee, en hij ziet dat de Betamigdash is verwoest, is halacha, moet je ook een kriya maken. Dus iemand die komt de kotel bezoeken, is het aan te raden om een oud overhemd aan te trekken, als je de mitsen echt goed wil doen, niet je nieuwste overhemd en niet je nieuwste pak, een oud overhemd aan te doen, of een trui, weet je ook, en dan kom je daar, en dan zie je die plaats van de kotel, en zie je die moskee en alles, en zie je de verwoesting van de tempel, en dan maak je een kriya, en dan heb je een hele grote mitse gedaan van kriya. Dus iemand die naar de kotel komt, moet even nakijken, vragen, nakijken en opslaan, hoe die dat precies doet, en dat is een mitse van de treur te laten zien, vanwege de verwoesting van de tempel. De tempel, de plaats waar de tempel is, die Kodesh HaKadoshim, daar was ook de akede van Yitzhak. Dus de offering van Yitzhak, Avraham Avinu, heeft zijn zoon genomen. En hij opgedacht dat hij die moest offeren. Dat was op de plaats waar nu de Kodesh HaKadoshim is. Jacob Avinu, die gedroomd heeft van de trap. Dat die trap was ook in de Har HaMoria. Maar dat is ook op dezelfde plek waar de moskee nu staat. Ja, en wat de Koran erover schrijft, is namelijk dat Mohammed, toen hij overleden was in Medina, dat hij wel te graaf is gedragen, maar dat hij op een wit paard is opgestegen vanaf diezelfde berg. Vandaar dat die moskee daar staat. Ja, oké, dat zijn allemaal prachtige verhalen. Die, die enkele mensen die hebben dat dus voorgefantaseerd. En er zijn nog tientallen van zulke verhalen. En interessant genoeg, heel veel van die Menachim en van die Arabieren, die zijn overgenomen van de Torah, van de Tanach. En zij willen het altijd beter doen. Wij vasten één, ja, ik verzoening, en zij de hele maand. Dus zij gaan volgens de maandjaren net zo... Oké, maar dat is net zoals Davenen. Wij Davenen 3 keer, zij doen het 5 keer. Ja, okay, maar als het vrijdagmiddag gebed is, dan zijn ze met de kont naar de Hamikdash toe. Ja. Die middag van die briefjes in de kotel te doen, die wordt gebracht ook door de Orachaim HaKodes. De Orachaim van de hele grote geleerde. En daar berust de middag op. De mensen doen een briefje, schrijven daar het Vira of een Wens HaKodes Baruch Hu. Er zijn mensen die geloven daar niet in. Je moet daar wel in het briefje. Maar oké, het kan geen kwaad. En ik heb zelfs gehoord dat er bepaald is een bepaalde kantoor waar je gewoon een fax kan sturen naar een bepaald adres. En dan klapt ze het op en dan doen ze het op een plaats in de kotel. En dan blijft het een tijdje liggen tot het weer weg wordt gehaald. Ook interessant genoeg, ik herinner me nog toen Obama de kotel bezocht. Toen heeft hij een briefje ook en heeft het in de kotel gedaan. En daarna is iemand gekomen, heeft dat weggehaald en gekeken wat daar stond in dat briefje. Nou, wat helemaal niet netjes. Want je mag die briefje van iemand anders helemaal niet openmaken.
Je mag ook geen brieven van andere mensen lezen. Dat is gewoon privé. Dus als iemand staat en die zit te huilen tijden en daarna doet hij een briefje in. Maar ik heb wel gehoord, er was een keer iemand die zat te huilen. En daarna deed hij een briefje in de kotter. En een van de toeristen, een rijke Amerikaanse businessman, die zag dat. En die zegt, nou, die man zit altijd te janken de hele tijd. Wat schrijft op dat briefje? Nou, en toen schreef op het briefje stond dat hij zegt, ja, ik moet mijn dochter moeten uittrouwen, ik heb geen geld. Nou, toen die Amerikaan was zo onder de indruk dat hij naar die man zegt, moet je horen, ik betaal je de gasten. Hoeveel kost de gasten na? Ik bedoel voor de uitgaven. Er zijn tientallen verhalen van zulke mensen die bij de kotten stonden en hebben daar contacten gelegd. Maar in ieder geval, dat is niet de bedoeling dat je gaat huilen daar, dat andere mensen je zien en daardoor jouw schulden gaan betalen. Maar je moet echt voor Kunnersboeg gedaan worden dat Kunnersboeg je gaat helpen. Niet dat een of andere rijke Amerikaan je gaat helpen om te doen. Dus bij de kotten komen elke dag honderden mensen verzocht. Dus nooit is het, in de coronatijd was het wel. Maar in de normale tijden is het nooit een tijd dat de kotten helemaal leeg is. Altijd zijn er mensen die daar dabbelen, die tirim zeggen enzovoort. Wat? Ja, er zit ook een minnak, dat wordt ook gebracht in de boeken, dat iemand die 40 dagen, één na de andere dag, naar de kotel gaat en daar zijn tefila doet, dan wordt deze tefila verhoord. Maar goed, laat iedereen op zijn maar goed. Maar het is een hele bijzondere plaats. Het is dicht bij het Allerheiligste, het dicht bij Kunnersboegu. Kunnersboegu zegt, ik verlaat deze plaats niet. Dus iemand die daar komt, naar Israël komt, Antara, ga naar de koning, neem je tijd. Ga nadenken, ga spreken met Kunnersboegu. En zegt Kunnersboegu wat je wil, wat je op je hartje ligt. En die gebechten gaan rechtzetten boven. Terwijl als je in Amsterdam moet, helemaal moet het over al die landen, de Middellandse Zee, in Israël aankomen naar Jeruzalem en dan gaat het pas naar boven. Terwijl als je daar staat bij de kodis en kodisin, hoeps, gaat het rechtstreeks, gaan de filot naar boven. Oké, dat is min of meer de achtergrond van de kotto, de halachot van de kotto en de bijzonderheid van de kotto. Als er nog vragen zijn, dan hebben we nog een minuut of twee minuten tot we uit worden gezoomd. Ik wilde vragen, Raf Frankhuis, was het nog ergens op gebaseerd van die briefjes? Is dat een, Ja, het is gebaseerd. Ik heb gevonden, dat is de Orachaim HaKodesh, die heeft die middag gebracht. En de Gida heeft het opgeschreven in zijn boek, de Gida. Dat was een later geleden. De Gida heeft opgeschreven dat de Orachaim HaKodesh deze middag had. En inderdaad, dat iemand het, dat hij dat heeft zelf gedaan. En heeft, daardoor is hij zijn gebeden zijn verhoord door die briefjes. Dus aangezien dit door de geleerden wordt gebracht, zijn er heel veel mensen die dat doen. Ik zelf heb nog nooit een briefje in de muur gestopt. Want ik weet niet, ik ben misschien te horen, ja, ik weet het niet, maar er zijn mensen die er wel in geloven en er zijn mensen die er niet in geloven, maar het kan in ieder geval geen kwaad. En als je daar goed mee voelt, om een briefje en je voelt dat je dat gesproken een de post heb gestuurd, een briefje, wat echt met je op je hart zit, dan is dat wel belangrijk en dan is dat inderdaad, kan mensen dat doen. Ik heb het zelf ook nooit gedaan. Is het dan bijgeloof of is het geen bijgeloof? Nee, als het staat, als het op niks gebaseerd is, dan zeg je nou, dat niet elke minnak is, moet je doen. Maar aangezien deze minnak wordt gebracht door Orachaim HaKodesh en ook door de Gida, kan je aannemen dat deze heilige mensen wel wisten waarover het hadden. En inderdaad is het geen bijgeloof, is het een middag die wel verder kan zetten. Dus als je komt, even een briefje, gezondheid, alles goed en wel. En kan je rustig doen. Wat is de periode dat je een kriya maakt voor tussen het bezoek aan de kotel? Ja, het is, normaal gezegd zeggen ze 30 dagen. Hetzelfde als je bij Schuim gaat, dan zeg je te veel als je 30 dagen niet bent geweest. Ja, ook hier. Dus iemand die in Jeruzalem zelf woont. Ja, nee, maar correct. Die hoeft alleen de eerste keer, maar verder hoeft hij niet elke keer als hij komt. Hij woont daar, dat is zijn plaats. Maar iemand die van buiten komt,
elke 30 dagen niet bij de kotter is geweest, moet hij opnieuw een kriya maken. En dus als je bij de kotter komt, is aan te raden. Het is een hele grote mis, want wij wachten op de Betamigdash, we wachten op de Mashiach. We weten, die Betamigdash had een enorme power en enorme hulp voor iedereen. En daar wachten we op. En Akkoord Boeg heeft dus verdriet dat de Betamigdash nog steeds is verwoest. Dus als je er komt, dan moet je echt, net zoals Chassid Sholem, een laatste van je overleden en je treurt vanwege overlijden van je laatste en je maakt een kriya. Dus ook, kom je bij de koto, dan heb je verdriet dat de gezorgd de Betamigdash is verwoest. En dan moet je ook een kriya maken voor de verdriet die je toont van de verwoesting van de tempel. Maar ik mag nog iets zeggen, ik moet ook denken aan bijvoorbeeld als je bezoekt begraafplaats in Frankfurt of Berlijn of in Worm, dan zie je op de graven van rabbis zie je ook briefjes onder de stenen met wens. Okay. Ja, dus ik zal niet zeggen dat het bijgeloof is. Het is een gebruik en waarschijnlijk mensen hebben gevoeld dat gebeden waren beantwoord en dan gaan ze door. Zo. Ja, nou goed. Ik ken die middag op graven in Israël wordt, heb ik nooit gezien. Niet in Israël, maar zeker in Duitsland, zeker. Ja, oké, maar je kan niet op iets wat je ziet afgaan. Er zijn de graven van de Maril, et cetera, daar worden. En in Michelstad, van de Baal Shem, van Michel, daar komt Hasidim. Ja. En onder die daar liggen allemaal steentjes en dan mensen leggen steentjes. Maar ja, onder de steentjes. In Michelstad, bij de Baal Shem van Michelstad. Ja, ja goed, ik heb de bronnen gevonden alleen maar om in de cocktail briefjes te doen. Dus u zegt nu op graven worden ook briefjes zijn. Oké, dat moeten we nakijken. Kan zijn dat het inderdaad op een middag gebaseerd is die echt is. En het kan zijn dat het gewoon geen middag is, maar de mensen gewoon doen. En dat het geen bijzondere kracht heeft. Oké, maar die graven hebben een ander probleem. Want kijk, als je bij graven, de bedoeling van een graf is niet dat je davent voor deze persoon. Want het is, je mag niet de persoon aanbidden om dan help me. Dus als ik bij een graf kom bij Rashi, Rashi ga me helpen. Nee, dat mag niet. Want je mag niet een persoon als God, als een kracht zien die jou gaat helpen. Dus als je daven bij een graf, dan is de bedoeling dat ik daven voor HaKadosh Baruch Hu, dat hij mij gaat helpen vanwege de goedheid van deze tzaddik. Maar al het filot moet rechtstreeks gaan naar HaKadosh Baruch Hu, niet naar het graf. Ah, dat is dat. Ja, natuurlijk. Dus dan is het een herdenking en niet contact leggen. Nee. Ja, dus ik denk dat die brief op die graven, dat moeten we dieper gaan nakijken. Of dat inderdaad echt een minnak is, of goed is, of dat het gewoon gebaseerd op amarats is. Dat moet ik nakijken. En dan valt het op te zien. Maar ik weet ook bij het graf van de Alte Rebbe dat daar ook briefjes gelegd worden. Dus een hele bak vol met briefjes zitten daar. Nou, oké. Okay. Bij de Alte Rebbe, dat zou het wel zo zijn, hè? Als de Alte Rebbe. Ja, maar goed, dat is Lubavitch. Ja. Oké, maar goed, ik neem aan. Kijk, ik neem aan als het inderdaad door mensen wordt gedaan, een minnak. Dan kan je dat niet zomaar kan je dat opzij schuiven. Dan heeft dat waarschijnlijk wel een bron. Dus ik denk niet dat het kwaad kan als je daar komt en je voelt dat je met een briefje dat je contact legt of herdenking of wat dan ook. En dat je geeft een goed gevoel. Nou prima, dan ga je dat gewoon doen. En dan ga je een briefje neerleggen. En ik denk niet dat er veel verkeerd, dat je veel mis mee kan gaan. Nou, het is natuurlijk best ook van, dat is niet diegene die begraven is waar je contact mee legt. Maar je legt contact met Hashem, dat is wat u zegt. Ja, dat is de bedoeling. Dat wordt ook uitdrukkelijk wordt dat genoemd. Als je naar een graf komt en je gaat davenen voor de tzaddik dat hij je gaat helpen, dan zie ik je ernaast. Dat mag niet. Maar als je davent voor Hashem en je zegt, oké, daven Hashem. Maar omdat dit een heilige plaats is en deze tzaddik was zo'n grote tzaddik, dus zijn ze goyot zullen helpen om mij bij te staan. Oké, dan is het inderdaad goed. Maar je gaat niet davenen van de beste tzaddik gaan mij helpen. Maar wat je spreekt eigenlijk de neshama van de overledene spreek je dan aan. En dat is nee, helemaal niet. Wat in de gebeden staat, dat vraag je naar Shem om de neshama op een hoger niveau te brengen. Dus al die gebeden die zijn gebaseerd, dat je de neshama, wat is de ilo neshama, dat je de neshama van die persoon
op een hogere niveau wil brengen. Maar je dacht niet dat de Shama jou gaat helpen. Dan zit je ernaast. Oké, zijn er nog meer vragen over de kotel? Dus ik hoop dat iedereen weer snel naar Israël kan komen. Dat alle vliegvelden weer open zijn. En dan gaan we allemaal naar Israël komen. En dan gaan we de kotel bezoeken. En gaan we dabbelen. En daar zijn nog één ding. Dat ben ik vergeten. Dus, ja. Nog één ding. Dat is dat de Shlosha Regalim, de feestdagen, de voetfeesten, zijn geweest. Vroeger kwamen mensen naar de Beit HaMikdash om de Beit HaMikdash om een offer te brengen en te bezoeken. Tegenwoordig is er minhag. Volgens sommige mensen is het alleen maar minhag. En volgens sommige poëtie is het echt een mitzwe om naar de Beit HaMikdash te gaan en bij HaKadosh Baruch Hu dicht te komen. Dus deze Pesach zullen het weer, Baruch Hashem, in Israël is de situatie weer veranderd. Mensen mogen het huis uit, mogen bij elkaar komen. Dus ik neem aan dat ook met bepaalde beperkingen toch weer tienduizenden mensen de kotel gaan bezoeken. En het is altijd een prachtig gezicht om te zien. Iedereen bij de kotel aan Malibu. Oh mijn. Oké, ik wens jullie allemaal een hele prettige kosher Pesach. Dat de matjes lekker mogen smaken. Dat de zijdeavond goed zal verlopen. En dat je een prettige jonten zullen hebben in gezondheid. Oh my. En dat snel de geoele komt en dat iedereen zijn eigen probleem ook opgelost zit. Oh my. Sakoya. Litrot. Daar ben Frankhuis, u vergeet één ding te zeggen. Bouw goed. Wat? Bouw goed. Ja, goed. Ja, bouw dat is ouderwets, ja. Ja, ik weet het wel. Maar bouw goed, kel beneden bij het gaan elkaar af. Als men naar het zoen gaat, dan zegt de een tegen de andere, bouw goed. Iedereen zegt zijn eigen wensen. Ja. En dat al de wensen zullen verhoord worden, hoe dan ook. Oké, beste mensen. Allemaal bedankt voor de aanwezigheid. Ja, het was een leuke show. Gaan we weer. Tot de volgende keer. Tot ik weer moet uitgenodigd. Paul, jij ook bedankt voor de mogelijkheid. En dat je krachten zou hebben om weer door te zetten. Want het is een hele grote mitse. Dat alle mensen, jou is het goed dat alle mensen volgende Zoom samen leren. En dat dit jou zou bijstaan, deze mitse van Talmud Torah. Oké, beste mensen. Dag. Bedankt, fijne Pesach. Dankjewel. Bedankt. Goeie pace, goed jonten. Goed jonten. Bye.